Ik heb God werkelijk ontmoet, de levende God, de ware God, God zelf. Niet door menselijke woorden over Hem, maar Hemzelf. De onnoembare en ondoorgrondelijke God, de stille God, maar toch zo nabij. God die zich geeft in zijn drievuldigheid. Ik heb God ervaren. Die zekerheid kan u banaal lijken. In werkelijkheid is ze enorm. Enorm voor mij tegenover het onbegrijpelijke mysterie van God. Enorm tegenover ons tijdperk dat leeg is van God. Deze ervaring is genade, dat is waar. Maar juist daardoor sluit het niemand uit. Iedere mens kan God ontmoeten op een directe manier. En dus wil ik uitleggen vanuit de ervaring in mijn leven hoe men God kan ontmoeten op een directe manier en hoe die ervaring zich ontplooit zodanig dat men God in alles ontmoeten kan. Ignatius van Loyola heeft geleefd in de beginperiode van de moderniteit. Geboren in 1491 in het Baskenland ten noorden van Spanje, geleid door de geest van God, heeft hij een nieuwe vorm van religieus leven gesticht. Een gemeenschap. De Sociëteit van Jezus, die heden 450 jaar na zijn dood miljoenen Jezuïeten verzamelt over de gehele wereld. Veel gemeenschappen en bewegingen leven vanuit zijn spiritualiteit. Telkens de Heilige Geest, zoals met Pinksteren, over een groep mensen neerdaalt, verzamelt en verenigt hij hen tevens, want hij is een geest van vrede, van liefde. En hij laat hen terzelfder tijd in vreemde talen spreken. Hij opent hun in verscheidenheid. Hij verspreidt hen. Dit avontuur werd beleefd door de eerste gezellen van de heilige Ignatius. Dus we dachten dat wij door zijn levensloop te volgen zouden kunnen ontdekken hoe de Heilige Geest hem heeft omgevormd, hoe hij hem heel heeft gemaakt en opengesteld. Het lijkt ons nuttig de verschillende etappes te ontdekken, in het bijzonder de eerste etappe tijdens de strijd in Pamplona. In 1521 was ik een ridder, een edele functionaris in dienst van de koning van Navarre. En tot de leeftijd van 26 jaar heb ik een leven geleid dat gehecht was aan de ijdelheden van deze wereld. Ik hield veel van de vrouwen, van duels. Ik wilde slagen in het leven en geëerd worden, maar mijn leven stortte in op 30-jarige leeftijd. La Navarre. Navarre was overweldigd door de Fransen en soldaten en de edellieden hebben zich verenigd in Pampelune in de burcht. Ignatius was aan het hoofd van de weerstand tegen de Fransen en daar, tijdens de maand mei, heeft een kanonbal hem het been verbrijzeld. Hij bleef daar voor het leven gebrekkig door. Ik wilde me niet overgeven aan de Fransen, maar dit ongeluk is mijn weg naar Damascus geworden. Het is tijdens 9 maanden van zijn ziekteverlof dat God aan zijn deur komt kloppen, op een zeer vreemde manier. Hij verveelde zich. Hij hield ontzettend veel van ridderverhalen en er waren enkel het leven van heiligen en het leven van Christus. Terwijl ik las, hield ik op na te denken. Ik zei tot mezelf, wat zou ik zijn als ik zou doen wat de heilige Franciscus gedaan heeft of de heilige Dominique? Mij inbeelden hoe ik het strenge leven van een asceet zou leven, zoals de heiligen het hadden gedaan, gaf mij troost. En zelfs wanneer ik ophield eraan te denken, was ik gelukkig en opgewekt. En soms dacht ik aan de dingen van de wereld. Ik verbeeldde mij als edele ridder in dienst van een grote dame. Ik verbeeldde mij welke middelen ik zou gebruiken om bij haar te komen. De woorden die ik tot haar zou spreken. Ik kon er uren van genieten. Maar wanneer ik moe werd en er niet meer aan dacht, was ik droevig, ontevreden over mezelf. Het is toen dat hij er zich voor het eerst rekenschap van gaf dat God tot ons kan spreken doorheen onze gedachten, die we niet altijd onder controle hebben, doorheen de effecten die hij ondervond. Nu eens bij de gedachte een briljant leven als ridder te leiden, dan eens bij de gedachte voor God te leven. En al heel vlug kwam hij tot de conclusie dat er een oproep was om het evangelie te gaan beleven zoals de heiligen het hadden beleefd. Ignatius besluit dan om de heiligen na te volgen, om heldendaden voor God te gaan verrichten. Eenmaal genezen gaat hij al bedelend op bedevaart naar Jeruzalem. Hij houdt halt in Manresa, een dorpje in Catalonië. Dus in het gebed leert hij onderscheiden. Op dat ogenblik reeds zal Jezus hem bij de hand nemen, zoals een leraar een leerling onderricht, of zoals een ouder zijn kind opvoedt, opdat hij zou geleid worden, beetje bij beetje, van verandering naar verandering. In Manresa heb ik met kracht en een nog grotere helderheid de volkomen onbegrijpelijkheid van God ervaren. Alleen ten overstaan van hem, biddende op mijn knieën 7 uur per dag, enkel levend van aalmozen, was ik sterk bewogen door schuldgevoelens. Alhoewel ik regelmatig mijn zonde biechtte, was ik nooit tevreden over mezelf. De indruk zekere dingen niet te hebben gebiecht, martelde mijn geest. In de verleiding gebracht een einde te maken aan mijn leven, zocht ik met alle middelen mij te ontdoen van deze gewetensbezwaren. Ik heb vele dagen gevast om van God de vrede te bekomen, maar ik ben er alleen niet uitgeraakt. Hij zit opgesloten in zijn egocentrisme. En het is wanneer hij besloten heeft niet meer te biechten, om te eten en te bidden op het meer redelijke manier, dat als bij toverslag de onrust waarin hij verkeert verdwijnt. Hij vervalt in een grote innerlijke vrede die hem nooit meer heeft verlaten. En hij heeft het voordeel genoten van 5 mystieke gaven, goddelijke ingevingen die zijn hele leven zullen vullen. Grâce mystique, très forte, vision, dont il vivra toute sa vie. God onderrichtte mij innerlijk door rechtstreeks in mijn leven te handelen. Terwijl ik bad aan de rivier de Cardoner, heeft hij mij de ogen van de geest geopend. Ik heb geen visioen gehad, maar ik heb begrepen en innerlijk inzicht gekregen in vele dingen, zowel geestelijke als dingen die het geloof en de letteren betrof. En dit met een dergelijke helderheid dat deze dingen nieuw leken voor mij. Deze man is door de drievuldigheid vervolgd. Hij beleeft een soort drievuldig Pinksteren. Ik kan niet uitleggen al wat ik heb begrepen, maar ik ontving een grote kennis. Zodanig dat wanneer ik de veelvuldige hulp die ik van God ontving gedurende mijn leven zou bijeenbrengen, ik de indruk heb nooit zoveel te hebben ontvangen als toen. Het was een beslissende ontmoeting. En een van de vruchten van deze ontmoeting is een nieuwe gedaanteverwisseling. Terwijl het een eenzame man was die vocht voor zijn eigen heiligheid, gaat hij begrijpen dat zijn opdracht is zich te gaan verdiepen in de heiliging van anderen. De pelgrim, of de man in de zak, zoals hij genoemd werd, omdat hij zich in een zak hulde, gaat zich interesseren in de heiligheid van anderen. Hij gaat begrijpen dat zijn opdracht eruit bestaat zielen te redden. Ik wil de mensen iets vertellen van God, van zijn genade, de gekruisigde en verrezen Christus. En van deze ervaring die ik in Manresa beleefd heb, heb ik geen voorrecht gemaakt. Ik heb ze niet enkel voor mij voorbehouden, maar ik heb ze opgeschreven, genoteerd, opdat anderen haar zouden kunnen beleven als geestelijke oefeningen. Een dergelijke hulp om God te ontmoeten op een directe manier lijkt me heden ten dagen essentieel. Op 18 à 20-jarige leeftijd heb ik het boek van de heilige Ignatius ontdekt, het boek van de geestelijke oefeningen. Ik ben eruit gaan mediteren en heb het ontdekt als een schat. Ik kwam tot de ontdekking dat er antwoorden zijn, een methode, een leefregel, en dat er vooral een grote affiniteit met het evangelie is. Ik heb begrepen dat de heilige Ignatius de bedoeling had ons te laten verstaan dat de Heilige Schrift een doel heeft, een dynamiek, en hij herneemt die dynamiek in zijn boek. Het is de relatie tussen die twee die mij veel heeft geholpen om door te dringen in de geestelijke oefeningen. Begin 1523 kiest Ignatius om Manresa te verlaten en scheept in naar Jeruzalem. Hij gaat naar Jeruzalem om Christus te ontmoeten. Daar waar Christus heeft gewandeld, daar waar Christus heeft gepredikt, daar waar Christus is gestorven. En niet enkel op bedevaart, maar om er zijn hele leven te blijven. Ik heb gekozen Jezus te volgen, arm en nederig, geen andere. Deze Jezus die in het hart van mijn gedachten leeft. Deze Jezus die ik lief heb. Deze Jezus die ik tracht na te volgen. Het is geen abstract idee. De gelijkvormigheid aan de nederigheid van Jezus wekt in mij de drang naar een spirituele en kerkelijke levensvorm die onverzoenlijk is met machtsposities in de wereld en in de kerk. Nochtans, door mijn geboorte in een van de beste Baskische families had ik gemakkelijk iemand kunnen worden. Zijn idee was een individuele voornemen. Hij wilde zich te Jeruzalem vestigen, er goed doen, zielen helpen en zelfs mensen bekeren. Hij ontdekte dat hij het recht niet had er langer dan 15 dagen te blijven, vermits Jeruzalem bezet was door de Turken. Dus hij scheepte weer in. Het was in het hart van de winter. Ik keerde terug naar Spanje, naar Barcelona. Ik begreep dat de wil van God was dat ik niet in Jeruzalem zou zijn. En dus vroeg ik me voortdurend af, maar wat is zijn wil? In feite zou de heilige Ignatius zich steeds die vraag stellen. Het is trouwens de vraag die wij onszelf ook moeten stellen. Hoe de wil van God onderscheiden? Wel, de heilige Ignatius heeft beetje bij beetje de spiritualiteit van de gebeurtenis geleerd. De deur van Jeruzalem sluit zich voor hem. Wat gaat hij dan doen? Christus ontmoeten in Jeruzalem en in Galilea kon hij niet. Hij gaat proberen Christus te vinden in de schriften en hij besluit zich te vormen. In 1528 komt hij aan in Parijs. Hij volgt er lessen en deelt er zijn kamer in het college van de Heilige Barbe met een jonge student uit Navarre, Franciscus Xaverius. De moeilijkste weg is niet die naar boven gaat, maar die naar beneden gaat. En op een dag moet men wel neerdalen, in een gat, in het losse zand. Wat blijft er dan over? Wat baat het de wereld te winnen als men zijn ziel verliest? Daal neer, Franciscus, maar daal goed neer. Het moeilijkste is misschien niet genoeg nederig te zijn, maar genoeg ambitie te hebben om onze zelfgenoegzaamheid te verbreken. Genoeg ambitie om niets minder dan alles te vragen. Maar Franciscus, wij vragen enkel iets dat altijd minder is dan het alles. Enkel een zoet broodje voor ons 4 uurtje, een oorkussen voor onze stijve nek. Wij vragen aan God minder dan Hemzelf. Die verschillende mannen gaan iets als een geestelijke vriendschap met elkaar beleven. Zij gaan vrienden in de Heer worden. En wat wil dat zeggen? Dat de ander de Heer ontmoet. Dus de heilige Ignatius gaat de geestelijke oefeningen geven. Neerdalen. Het is waar dat ik bang ben in mezelf neer te dalen. Het is waar dat ik bang ben alles te vragen en het risico te lopen iets te verliezen. Ik ben bang mijn benen te breken, bang om te sterven, bang van mezelf te verliezen, bang niets meer te bezitten, maar bang ook mij te hechten, bang mij vandaag iets eigen te maken, uit angst morgen onteigend te worden. Ik weet niet meer wat ik moet kiezen. Klimmen? Springen? Manglopen? Neerdalen. Hoe zou ik de kracht hebben neer te dalen? Er is iemand die ons is voorgegaan in de diepte, Franciscus. Die ons is voorgegaan in de diepste diepte van de ontreddering. En die helemaal beneden zijn hemel heeft ontvouwd. En in de put van onze ellende zijn barmhartigheid. En dans la fosse de notre misère, sa miséricorde. Avec cette croix, il nous offre tout. Met dit kruis schenkt Hij ons alles. Met dit kruis dat ons ten alle tijde tot het uiterste dringt. En die de hemel en de aarde verbindt, en het oosten en het westen. Ignatius, je geeft mij zin je andere been te breken. Het is al laat. Met dit onvermijdelijke gehinkel ga ik naar de avonddienst. Door middel van deze geestelijke oefeningen zijn verschillende studenten innerlijk veranderd en verenigd. Dankzij hun persoonlijke vriendschap met Christus worden zij de eerste gezellen rond Ignatius. Het is daardoor dat op 15 augustus 1534 op de heuvel van Montmartre zij er samen voor kiezen hun leven volledig aan God te wijden door de gelofte van armoede en zuiverheid uit te spreken. In die periode hadden wij allen reeds samen besloten wat we gingen doen. Naar Venetië gaan en naar Jeruzalem om ons leven te geven en nuttig te zijn voor de zielen. En indien we in Jeruzalem de toelating niet kregen, zouden we terugkeren naar Rome om de paus te ontmoeten. De opvolger van Christus, opdat hij ons zou gebruiken waar hij het nodig achtte, tot eer en glorie van God en tot welzijn van de zielen. De 9 gezellen komen aan in Venetië in 1537. Maar in dat jaar, omwille van de Venetiaanse oorlog met de Turken, was er geen overtocht. Zij gaan dus naar Rome. Zij weten niet goed wat hen te wachten staat en men voelt dat de heilige Ignatius een bevestiging vraagt. Tijdens deze reis werd ik op een bijzondere wijze door God bezocht. Ik was net priester gewijd in Venetië en ik bad dikwijls tot Maria mij bij haar zoon te brengen. En ginds, op enkele kilometers van Rome, in de kleine kapel van La Storta, heb ik een zodanige verandering in mijn geest gevoeld en heb ik zo duidelijk gezien dat God de Vader mij bij zijn zoon bracht, dat ik er niet aan kon twijfelen dat God de Vader me bij zijn zoon bracht. Het visioen van La Storta is heel belangrijk voor hem. Het is als een bevestiging van wat hij enkele jaren tevoren beleefde aan de Cardoner. Dit visioen waarin hij opgenomen werd, in het hart zelf van de drievuldigheid, realiseert zich in zekere mate. De drievuldigheid nodigt hem niet alleen uit tot een kwalitatieve relatie met hem, maar nodigt hem ook uit te handelen. Het is te zeggen dat hij gaat handelen samen met de drievuldigheid. Avec la Trinité, en même temps qu'il va être en communion étroite avec la Trinité. In Rome aangekomen, stellen zij zich voor aan de paus die hen aanmoedigt en hen uitzendt naar verschillende Italiaanse steden om er te prediken. Maar op dat moment staan de 9 gezellen voor die tegenstrijdigheid. De Heilige Geest heeft hen verenigd en nu verstrooit hij hen. Wat gaan ze doen? Moeten ze iets stichten? Moeten ze onder hen iemand aanduiden die de eenheid in deze verspreiding zal handhaven? Moeten ze een verantwoordelijke aanduiden die gezag kan uitoefenen? Moeten ze de gelofte van gehoorzaamheid afleggen? Dus gaan ze in beraad. En ditmaal zoekt Ignatius de waarheid niet meer alleen, hij is in gemeenschap. En het was een waar gemeenschappelijk beraad in 1539. Na 3 maanden waarin ze hun dagelijkse bezigheden verder zetten en elkaar regelmatig ontmoeten, beslissen ze eenparig dat het beter lijkt aan één van hen te gehoorzamen. Het is op die wijze dat Ignatius als eerste algemene overste van de kleine Sociëteit van Jezus wordt aangesteld door de 10 uit die tijd. Eensgezind verstaan zij dat ze een dubbele verbintenis hebben. Hun verbintenis van gehoorzaamheid aan de paus, maar ook dat ze een geheel moeten vormen voor de zending. Een gemeenschap voor de diaspora. Een gemeenschap als met Pinksteren, waar eenheid en zending samenvallen. Wat brengt hen ertoe om gehoorzaam te willen zijn aan een van hen? Het is het verlangen niet het laatste woord te hebben over hun bestaan. Het is zichzelf verliezen. Zichzelf verliezen om zichzelf te vinden. En om te beseffen dat in de roeping die de hunne is, zichzelf verliezen wilde zeggen het gezag over zichzelf aan een ander over te laten. Het volstond daarom niet de gelofte van gehoorzaamheid aan de paus te hebben gedaan, die bestond al. Maar het komt erop aan dat in het concrete van hun bestaan dit zichzelf niet toebehoren, dit zichzelf verliezen moeten begrijpen. En dat was de ware weg voor hen. Il fallait réussir à se perdre. Et que ça, c'était un vrai chemin pour eux. Het is op die wijze dat sinds 2 februari 1528, dag waarop Ignatius alleen en te voet naar Parijs tot zijn aankomst in Rome, de kleine groep van 10 priesters, de kleine orde van de Vrienden van de Heer, samenwerkend met de genade ontstaat en zich ontplooit. Op 27 september 1540 keurt paus Paulus III hun project goed en bevestigt het apostolisch doel van Ignatius en van zijn 9 gezellen. Gedurende de laatste 15 jaren van zijn leven blijft Ignatius in Rome. De pelgrim is tot stilstand gebracht. Aan zijn werktafel schrijft hij meer dan 8000 brieven aan zijn zendelingen, die talrijk zijn in de verschillende werelddelen. En hij wijdt zich aan de redactie van de constituties van de orde. Jérôme Nadal... Jérôme Nadal, die de heilige Ignatius goed kende omdat hij zijn secretaris was, zei van hem: hij liet zich zachtjes leiden op een weg die hij niet kende. Het Latijnse woord zachtjes wil zeggen met smaak, met vreugde. Hij liet zich dus met vreugde leiden op een weg die hij niet kende. Ik denk dat wij daarin de spiritualiteit van de heilige Ignatius benaderen. Het komt erop aan om God in alles te vinden. Het komt erop aan vreugde te vinden in alle gebeurtenissen. Als hij niet in Jeruzalem kon blijven, kwam het erop neer de Heer op een andere manier te volgen. En daar in Rome is hij zowat het centrum van een grote verspreiding. En beetje bij beetje wordt zijn spiritualiteit duidelijker. Hij heeft werkelijk begrepen dat men God in alles kan vinden en hij heeft het kunnen aanleren aan zijn gezellen, bijvoorbeeld aan Franciscus Xaverius. Gij, Franciscus, gij blijft hier als secretaris van de Sociëteit. Vous resterez ici comme secrétaire de la compagnie. De paus vraagt of er gezellen naar India willen vertrekken. Ignatius verkiest Rodriguez en Bobadilla boven Franciscus Xaverius, aan wie hij vraagt om secretaris van de Sociëteit te zijn. Secretaris. Maar die grote gevaren die ik mezelf zag lopen. Secretaris zijn is niet vrij van gevaren. En Christus gebood ons de naaste lief te hebben, Franciscus, niet degene die ons veraf is. En het is de liefde voor de naaste die je naar hinder moet brengen, niet de drang naar ontsnapping. Zo niet, waartoe dient het de wereld te winnen? Een goede zendeling weet ter plaatse te blijven. Die weet aan de paal te blijven, zoals een paneel die de verticale lijn aanduidt. Dat het op die lijn is dat men verder moet gaan. Ça n'a pas la bougeotte, un bon missionnaire. Ça n'a pas la démangeaison de partir. Die weet wat het is geroepen te zijn. En te weten dat de eerste opdracht de opdracht van bewegingloosheid is. God vinden hier, in het dagdagelijkse. Secretaris zijn bijvoorbeeld, ondanks alles bereid zijn te schrijven met zijn hart en de inkt te vergieten als zijn eigen bloed. Het verborgen leven van Nazareth. 30 jaar verborgen leven. 30 jaar verborgen leven. À être le fils du charpentier. Zoon van een timmerman zijn. Leerling van de timmerman zijn. Zelf timmerman worden voor de taak van goed geschaafd hout. Ervan houdend het hout goed te bewerken, in die mate dat hij door het hout zal willen worden bewerkt. Door het hout zijn armen spreidend als een moeder. 30 jaar van alledaags en verborgen leven. En duizenden jaren om zich te verbergen achter het ondermaatse van elke dag. Hier, Franciscus. In u, pater Ignatius. In u, pater Franciscus. En in dit kruisbeeld. Aanwezig. En aanwezig tot in het woord aanwezig. De intense opdracht om secretaris te zijn. Met die inkt, zwart als de duisternis, die woorden van licht kan schrijven. Met deze hand, mijn eigen hand, bewegelijk, welsprekend, met zijn kleine poppentheater om te spreken, te schrijven, vast te houden, los te laten, te slaan, te zegenen, te spelen, te offeren. Deze hand die beweegt. Mijn lichaam, dat niet mijn kunstwerk is. En dat werkt dankzij iemand die het doet werken. En was ik ongelovig, ik zou toch moeten toegeven dat het geprogrammeerd is, dit lichaam. God weet hoe. Voortdurend verwondering over iets wat er altijd is. Hij is overal aanwezig, overal, En het is niet hij, maar wij die afwezig zijn. Hoe wonderlijk om secretaris te zijn. Hoe wonderlijk is het te bestaan. De post brengt een brief voor Ignatius. Om hem te beantwoorden wordt pater Franciscus in zijn functie als secretaris geroepen. Iets dringend te schrijven? Ja, iets dringend te schrijven. De tijd om vlug pen en papier te halen. Dat is niet nodig, Franciscus. Het is een woord om in je hart te schrijven. Ja, ik weet dat iedere secretaris zo moet handelen, maar dat belet niet pen en papier te halen. Bobadilla is ziek. Hij kan niet vertrekken. Het is aan jou om in zijn plaats te gaan. Ga je zaken inpakken. Je vertrekt morgen om je boot te nemen in Lissabon. Wat zeg je daarvan? Vooruit dus, pater. Ik ben hier, maar ik verheugde mij om secretaris te zijn. Zoveel te beter. Het is wat je nodig had om naar Ginder te gaan. C'est une spiritualité qui rend possible un choix libre. Het is een spiritualiteit die een vrije keuze mogelijk maakt. Een vrije keuze, zonder de belemmeringen die beletten de wil van God te zien. En in die zin is het een spiritualiteit die helpt om zich in onmiddellijke relatie met God te stellen. Het is te zeggen, de vooronderstelling van Ignatius is dat de Heilige Geest een onmiddellijk contact heeft met ieder van ons. Hij heeft een opdracht voor ieder van ons. En ieder van ons moet die opdracht ontdekken en die is steeds verschillend. Zelfs voor mij, dit jaar, is het niet dezelfde als vorig jaar. Dus ik moet ze elk jaar opnieuw ontdekken. Daarom is het geen oefening in woorden, in het zeggen van dingen, maar het is het plan van God doorheen de Bijbel begrijpen en erin binnentreden. Want de Bijbel brengt ons binnen in de wereld van God. Het is op die manier dat ik de geestelijke oefeningen zou willen uitleggen. Het woord van de maand komt uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 11, het 9e en 10e vers. Vraag, en u zal gegeven worden. Zoek, en gij zult vinden. Inderdaad, al wie vraagt, krijgt, die zoekt, vindt. Deze maand stellen wij jullie voor te bidden voor de Jezuïeten over de hele wereld en voor alle gemeenschappen en bewegingen met een Ignatiaanse spiritualiteit. Voor diegenen die zich willen verdiepen in de spiritualiteit van de heilige Ignatius, heeft de Internationale Ecumenische Fraterniteit een speciale numero gepubliceerd in het Frans. Om het tijdschrift, de dvd van deze film of van het theaterstuk À quoi sert de gagner le monde te bekomen, kan u zich richten tot de besteldienst van AME, Rue Henri IV, nummer 10, 69 287, Lyon-Cedex 02 in Frankrijk.